welkom bij een nieuwe vlog. Dit is niet zomaar een vlog. Ik ga namelijk de komende 2,5 week studievlogs opnemen. Namelijk over 2,5 week komt mijn toetsweek eraan. Wat betekent dat ik dus gewoon hard moet gaan leren. Ik moet nog dingetjes inleveren, ik moet nog dingetjes plannen, ik moet nog dingen doen. Dus dat ga ik allemaal doen deze komende weken. Dus er komen geen normale vlogs meer aan. De enige vlogs die online komen zijn deze studievlogs. Die worden ook voornamelijk opgenomen in het weekend. Alleen de video van de toetsweek zelf, die wordt wel een hele week video. Omdat ik natuurlijk niet op één dag toetsen heb, maar waarschijnlijk een hele week lang. Ik heb mijn wekker gezet in het weekend, doe ik niet heel snel. Maar dat dacht ik van, laat me nu nou maar gewoon echt lekker mee gaan beginnen. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben vervolgens naar beneden gegaan. Ik heb een hele grote pot koffie gezet voor als ik zometeen koffie wil. En ik heb een theetje voor mezelf gemaakt. Het is nu, die klok loopt niet goed. Het is nu iets over 8:30. Ik ben inmiddels lekker gedoucht. Ik ben lekker aangekleed. Ik heb alles klaargelegd. Ik heb beneden eventjes een aantal dingetjes gedaan. Ik ben hier eventjes alles netjes gaan doen en opruimen. En ik heb mijn bed ook opengelegd, zoals je misschien hier kan zien. Zodat het eventjes lekker kan luchten. Ik doe zometeen ook even mijn raam open. Zodat het even lekker kan luchten. En dan drink ik even mijn theetje op. Begin ik even met één YouTube video kijken op mijn gemakje. En dan gaan we beginnen met leren. Mijn ouders zijn nu boodschappen doen, dus ik kijk dat YouTube filmpje even beneden. Zodat de honden niet zo gaan piepen en gillen en weet ik het allemaal. Dus ja, ik zou zeggen let's go. Laten we beginnen met de allereerste vlog. En trouwens de serie, die hoe ik hem ga noemen, is toetsweekstress. Dus welkom bij een nieuwe toetsweekstress. Goed, de tijd is aangebroken. Mijn ouders zijn nog niet terug, maar de honden zijn op zich wel stil. Dus we kunnen gaan beginnen. Ik ga leren. Ik heb net allereerst geleerd voor ziekteleer. Ik heb alle moeilijke woorden doorgenomen. En daar heb ik een hele toffe app voor. Het is een website en een app. De app en zowel de website heet Quizlet. Het zijn een soort flashcards. Weet je, aan de ene kant schrijf je bijvoorbeeld, een woord. En aan de andere kant schrijf je de symptomen. Of bijvoorbeeld hier schrijf je het Latijnse woord en hier het Nederlandse woord. Zodat je de woorden leert kennen. Of vragen leert kennen of zo. Heel makkelijk. De website is aangepast. Dus je kan er nu ook. Je kan de woorden nu ook met de optie leren spellen. Je kan de woorden leren door een opdracht te maken of zo. Het is heel erg leuk geworden, de website. De app heb ik ook op mijn telefoon gehad. Die heb ik nu niet meer. Dus die ga ik even nu opnieuw opzetten. Ik ga even mijn planning doorkijken wat ik nog meer moest doen. En dan ga ik eigenlijk door gelijk met het volgende onderwerp. Goed, ik ben nu druk bezig met opdrachten inleveren. Maar ik kom er net achter dat ik geen sticky notes en geen markers heb. Dus misschien dat ik nu eventjes heel gauw langs de Action ga piepen om even sticky notes te halen. Dat is denk ik wel het slimste om nu te doen. Zo, nu ben ik weer. Met de spullen. Mijn moeder had het zeepbanket gehad. Nou echt. Die moet ze uit mijn buurt houden. Want die is zo op. Ik heb een map. Want de mijne gaan een beetje stuk. Misschien een kleurig sticky notes. Markers.
En deze aangeefdingetjes. En dat was het. Ik ga nu verder leren, tenminste inleveren. Daar was ik mee bezig, burgerschap inleveren. En dan ben ik zo meteen, als dit klaar is, want dit wil ik wel echt af hebben. Als dit klaar is, dan gaan we verder. Ik heb een flesje drinken staan hier. Dus het komt helemaal goed, we gaan weer verder. Met alles inleveren, afmaken en ja, het is gewoon echt heel veel werk. Alles staat hier ook door elkaar heen, dus het is echt zoeken en ik, af en toe denk ik echt van waar staat het? Maar ik ben hier dus nog steeds druk mee bezig. Wat ik ook heb intussen even gedaan, ik heb net eventjes 5 minuten pauze even drinken gehad beneden. Ik heb gelijk mijn Samsung telefoon weer back. Namelijk die andere telefoon. Ik was foto's aan het maken voor de dingen die ik in moest leveren. Maar die telefoon die is dus gewoon echt... Hij werkt hartstikke goed. Alleen die batterij is echt binnen... Nou ja, laten we zeggen 3 uurtjes gewoon helemaal leeg. Terwijl je er amper iets op doet. Dus ik heb toch maar besloten om gewoon weer terug te gaan naar mijn Samsung. Maar ja, daar schiet je ook niks mee op. Dan maar gewoon een crack camera en gewoon een telefoon die voor de rest wel lang meegaat. Dan een goede camera en een telefoon die niet lang meegaat, toch? Dus... ik ben eventjes gauw een backup aan het maken. En dan zet ik hem even terug naar de fabrieksinstelling. En als ik dat heb gedaan, ga ik weer verder. Ja, ik heb tot nu toe ziekteleer geleerd. Zorgplannen doorgenomen. En nu ben ik even bezig met de inleverdingen voor burgerschap. En hopelijk is het allemaal best wel gauw voorbij. Want ik vind dit best wel saai. Het is gewoon alles kijken en foto maken en uploaden. Maar ja, ik moet dus nog uploaden. Ik ben alleen alles bij elkaar aan het zoeken. Maar het is echt één oorlog in het boek. Echt waar. Ik heb het boek nu een jaar. Ja, langer. Maar echt. Oorlog gewoon. Echt oorlog. Maar ja, dit even doen. En dan zijn we hier in ieder geval mee klaar. Alles gefotografeerd en hierop afgetekend. Ik ga zo meteen alles even in uploaden. Maar ik moet alles eerst van mijn telefoon afhalen. Dus dat duurt nog even. En dan... Oh, hij is trouwens wel geüpdate. Dus daar ben ik heel erg blij om. En kijk hoe vet. Ik heb dit met sticky notes gedaan. Dat is best wel gaaf. Ik vind dit zo cool. Dus ja. Dat ga ik even doen. Ik ga gelijk ook eventjes een planning maken voor wat ik morgen wil gaan doen. Ik ben vandaag natuurlijk eigenlijk meer en alleen maar bezig geweest met burgerschap. Dus ja, ik wil morgen wel even wat anders ook nog gaan doen. That's it eigenlijk. En denk ik voor de rest vandaag niet. Ik weet niet hoe laat het is. Nou, het is 6 over 3. Dus dat nog even doen. Planning maken. En dan komt morgen de rest denk ik wel. Of ja, het is nu 6 over 3. Dus misschien ook nog even doorgaan. Ik weet het niet. Ik heb dus een klein probleempje nu. Ik wilde net de foto's gaan uploaden. Maar dat werkt dus niet. Omdat het in een of ander bestand in connectie staat. Ik weet het niet. Dus ik krijg het niet geüpload. Maar ja, het staat in ieder geval wel op mijn SD-kaart. Dus ik heb de opdracht wel. Ik heb ze alleen nog niet ingeleverd. Want dat gaat niet. Dus ik ga eens even mijn pa vragen hoe of wat. Ik ga nu even naar beneden. Ik ga even wat drinken. Dat heb ik ook heel lang niet gedaan. Het is 3:30. Ik denk dat ik gelijk de honden eten ga geven. Heb ik dat gehad. Dan ga ik denk ik zo meteen zelf ook even eten. Ik heb hier trouwens, dat is misschien wel slim. Ik heb hier een to-do-lijstje gehangen. En dit pijltje dat wijst dan aan wat ik elke keer moet doen. En dat ga ik een stap voor stap af. Want anders doe ik de helft waarschijnlijk niet. Dus dat is nu de planning wat ik ga doen. Voor de rest ga ik niet heel veel meer doen vanavond denk ik. Ik vind het voor nu vandaag wel even prima geweest. Ik heb heel veel geleerd. Ik heb heel veel opdrachten gemaakt. En
ingeleverd niet, maar half ingeleverd. Dus ja, ik ga eventjes mijn gemak houden. Dit was de allereerste studievideo. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga deze video vanavond editen en die komt waarschijnlijk morgen al online. En morgen komt weer een nieuwe video. Tenminste, morgen ga ik een nieuwe video opnemen. Hij komt denk ik niet gelijk morgen online. Maar ik vind het wel leuk zo. Een beetje jullie een kijkje geven hoe ik leer en wat ik die dag dan doe en wat het allemaal inhoudt. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het heel erg leuk om dit te doen. En ik heb heel veel plezier om morgen weer nog eens een video te maken. Ik vond het heel erg leuk. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Ik heb deze video een beluidempje omhoog als je me succesvol wenst met al mijn toestand. Het is heel veel en het is best heel moeilijk. En dan bedank ik jullie voor het kijken. En zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe studievideo. Doeg! Ja, ik zet alles op het